Paul Vervaak, de trainercoach van ZZ Leiden. Gefeliciteerd. Jullie zijn door naar de halve finales van de play-offs. Maar ik denk dat u in de rust nogal boos bent geworden in de kleedkamer. Wat boos. Kijk, we geven iets te veel scores weg in 1 tegen 1. En daar hadden we over gesproken. Ik vind dat we daar wat open shots gekregen hebben, want ze maken ze niet. 34 punten is wat weinig. 38 punten was te veel. We hebben daar de puntjes op de i gezet. En wat dat mij veel plezier doet, is de playoff mentaliteit, de winnersmentaliteit. Vooral dan de tweede helft. Derde kwart maakt Leeuwarden E-punt. Dat is uniek, denk ik. Heeft te maken met agressiviteit. En vandaag nemen wij 22 aanvallende rebounds. Dat is zeer speciaal. En als je dat doet, zoveel rebounds nemen in aanval, dat betekent dat je mentaal sterk bent en agressief aan die wedstrijd aan het spelen bent. En dat is een eerste vereiste in de play-offs, waar dat alles mogelijk is. Kijk maar naar de uitslag vandaag, Den Bosch-Rotterdam. Rotterdam wint en schakelt Den Bosch uit. Dus dat heeft te maken met, dat is heel speciaal. Ik vroeg naar uw boosheid in de rust, omdat het verschil tussen het eerste en het tweede kwart en het derde en het vierde kwart enorm was. Ja, ik vind dat we verdedigend het zeer goed gedaan hebben. Betere opties genomen hebben in aanval. En dan zo die kloof gemaakt hebben. En we zijn blijven knokken tot de laatste seconde. En dat is vooral de winst. Wat heeft u gezegd in de rust? Well, in de rust heb ik gezegd dat we beter 1 tegen 1 moeten verdedigen. We hebben dan ook een beetje een andere defense gespeeld die dat we ook in Leeuwarden gespeeld hebben. En die is zeer goed gelukt. In derde en vierde kwart, vooral het begin van derde kwart, was eigenlijk wel duidelijk dat jullie deze wedstrijd gingen winnen. Wel ja, we hebben Leeuwarden helemaal uit hun spel gebracht. En we hebben zelf dan daardoor hebben we zelf tempo kunnen maken en fast breaks kunnen maken en wat easy basket. Maar vooral ook die tweede kans. En als we dat misten en je hebt die second chance punten, waar dat we 21 hebben vandaag, dat is heel veel uit die aanvallende rebounds. Zij maken maar 2 fast breaks. Heeft ook te maken met de aanvallende rebounds die wij nemen, want we laten ze niet lopen. Dus dat is een heel belangrijk gegeven. De halve finales gaan jullie spelen tegen Zwolle. Brengt dit vertrouwen met zich mee? Of baalt u er toch stiekem nog van dat u het op deze derde wedstrijd tegen Ares heeft laten aankomen? Nee. Vorig jaar waren het er ook 3 en zijn het er daarna 7 geworden. Als je naar de rangschikking kijkt op het einde van het reguliere seizoen, dan zie je dat wij met 3 ploegen op de tweede plaats zijn geëindigd. Met evenveel verlieswedstrijden, 8. Wij stonden 1 puntje negatief ten opzichte van Zwolle. Daarom is Zwolle tweede geworden en wij derde. Dus ik denk die 3 ploegen dat daar stonden, dat die elkaar waard zijn. En wij gaan ervoor. Vandaag is dat een boost naar vertrouwen toe en vooral naar mentaliteit toe. En dat is belangrijk in de play-offs. Als de kopjes tussen de schouders komen te hangen, dan kun je de play-offs niks gaan doen. En dat is helemaal niet het geval geweest. Hoe mooi is het om op 5 mei, in de 5 mei al, de halve finales van de play-offs te bereiken? Had ik niet bij stilgestaan. Heel mooi. Succes, verder. Dankjewel.